Goedemorgen jongens, het is dinsdag en ik ga zorgen dat elke dag van de werkweek gewoon net wat leuker en simpeler wordt door een paar hacks die ik jullie ga geven. Ik heb er zin in, dus ik zou zeggen, let's go! Oké, ik denk dat iedereen zich wel hierin herkent. Je komt net uit de douche en je wil in de spiegel kijken en hij is volledig beslagen. Dan kan je natuurlijk een handdoek pakken. Maar ik heb een simpele truc waardoor je eigenlijk zorgt dat je spiegel überhaupt niet beslaat. Oké, dit is echt een wondermiddel. Je doet een dot scheerschuim in je hand. En dat doe je op de plekken waar je eigenlijk gewoon wil dat het niet beslaat. Moment suprem, we gaan hem maar afhalen. Met een droge doek doe je dit. Trouwens, even voor de record, dit doe je dus voordat je gaat douchen. Want je wil juist voorkomen dat het beslaat. Oké, nu heb ik dus de middelspiegel wel met scheerschuim gedaan en de andere twee niet. Dus je kunt ook goed het verschil zien. En om natuurlijk even te bewijzen dat het werkt, zou ik de kranen heet zetten. Hier zat scheerschuim op en hier zie je het niet beslagen. Oké, wie kent het niet? Je zit op de fiets en er komt in één keer een hele harde windstoot en je rokje of jurk zwiept omhoog. Geen zorgen, want met een hele kleine toevoeging heb je dit probleem zo opgelost. Oké, je hebt nodig een muntje en een elastiekje en ik denk dat iedereen dat wel ergens in zijn jaszak heeft zitten. Je pakt de achterkant en de voorkant van je jurkje en die breng je eigenlijk naar elkaar toe. Lekker charmant shot dit. Je doet het muntje eronder. Je knoopt dat elastiekje gewoon om dat muntje heen. Dan heb je een broekpakje. En dan kan je gewoon fietsen zonder dat iemand je billen ziet. Je hebt misschien geen zin om uit eten te gaan of helemaal de tafel te dekken. En waar eindig je dan? Op de bank, lekker met je bordje op schoot voor de tv. De enige struggle die ik heb, en ik denk met mij ook heel veel anderen, is dat je hebt je bord, je hebt je glas en je wil ook niet dat alles over je heen valt. Ik heb de meest unieke oplossing voor dat probleem. Ja, dit is top jongens. Dit is best ever. Allemaal doen thuis. En foto's sturen van hoe dit eruit ziet bij jou thuis. Oké, dit was hem dan jongens, de dinsdag. Ik hoop dat ik jullie een paar toevoegingen heb gegeven die net even je dag wat simpeler of leuker hebben gemaakt. Laat me ook vooral even weten als jij nog leuke hacks hebt die ik thuis moet uitproberen. En vergeet niet vooral de aflevering gisteren te checken. En morgen zijn we er weer. Dus tot dan!